nodig je vrienden en vriendinnen uit voor een kledingparty. Het is super leuk om oude kleding die je hebt, die je niet meer leuk vindt, waar je op uitgekeken bent, te ruilen met vrienden, waardoor je zelf weer nieuwe items hebt en je vrienden ook blij zijn. Wat ik altijd doe is, als ik iets graag wil, dan spaar ik er eventjes voor. Ik geef graag iets meer geld uit aan een heel mooi item dan dat ik 3 items heb voor minder geld. Dat zorgt ervoor dat je echt iets hebt waar je blij mee bent en waar je ook langer mee doet. Wat ik zelf mijn klanten altijd adviseer is om met liefde en aandacht met je kleding om te gaan. Dat wil zeggen, was het voorzichtig. Zorg ervoor dat je een beetje erop let als je het in de wasmachine gooit. Dat je niet broeken met ritsen erbij doet. Dat je kleding binnenste buiten draait voordat je het gaat wassen, want dan blijft het langer mooi. In Arnhem heb je heel veel verschillende tweedehands winkels. Het is super leuk om daar kleding te kopen. Je hebt unieke items en je kan echt diamantjes vinden. Spullen uit de jaren 80, maar ook nieuwe items. Sommige zijn echt nog zo goed als nieuw. Sommige mensen vinden het misschien raar om kleding te kopen van andere mensen, maar het is goed gewassen en het verdient zeker een nieuw leven. Je kan natuurlijk ook altijd je kleding verkopen. Je kan met Koninginnedag een kraampje voor de deur nemen, maar je kan ook op Marktplaats en andere sites je kleding verkopen. En dan krijgt de kleding een nieuw doel en met het geld kan je weer wat nieuws kopen.